Nou, goeiedag beste luisteraars. Weer een nagelnieuwe aflevering van History en Mythologie. Je hoort geeft haar over de geschiedenis van Friesland. Hoe het is ontstaan en hoe persoon van invloed wien in de rijke historie. En om te beginnen laten we eerst even zien dat Peter en Karsten wel echte Friesen binnen. Door de volgende zin uit te spreken. Boeter, Bree en Grien het Siers, maar dat net zoals ik ken, is geen oprochte Fries. Karsten, doe mij het eerst even beziekje. Boete Brian Grein het Zeus, wat dat net zei ze keer is geen op een jochte vrees. Nou, dat weer net hond al heel best. Dus eigenlijk hier met die kapper al haken letten, terug in de tijd. Maar, nou ja, Claire, in de 21ste eeuw, daar komst er mij bij. En nou, Peter, mij stek even bezig je. Butter, Brian Grein het is, wie dat niet te kennen is, ken je uit de vries? Ah, dat is ik, dat is lekker man. Ja, dat wie een jaar tijds, wie een dat twee kopjes was, die samen, hoppakee, van het zwet afval. Ai. Jammer. Nou, niet geslaagd. Zoals je hoort, een Friese aflevering en we hebben een werkelijke Friese in onze aflevering. Dat is Ricardo. Ricardo, welkom. Hallo, goedemorgen. Ja, welkom. Ah, hij kan ook gewoon ABN verspreken. Ja, zeker. Van. Gelukkig wel. Ik heb het gevoel dat we in de Lord of the Rings zijn beland. Wauw. Nou, zeker. Ricardo, jij woont in Friesland. Dat klopt. Ja, zeker. Ik woon in Friesland. Ik woon zelf in Harkema. Dat is dichtbij bij Drachten. Het is nog net op de grens van Groningen. Nog net aan de goede kant. Maar ik mag wel zeggen dat ik een geboren en getogen Fries ben. Ja, dat horen we ook wel. Dat is erg mooi. Vorige aflevering hadden we een beetje de geschiedenis van Nederland behandeld. En daar kwam Friesland ook wel langs. Maar ja, Friesland stond eigenlijk een beetje los ervan. Het eigenlijk zijn eigen ding. En het had ook eigenlijk wel zijn eigen aflevering nodig. En nou, daarom hebben we jou gevraagd. En super dat je daar wat meer over wilde komen vertellen. Ja, zeker. Graag wil ik jullie ook bedanken dat ik aan mag schuiven bij de podcast. Dat is een, want mijn liefde is eigenlijk van geschiedenis is ontstaan tijdens de middelbare school. Geschiedenis was een van mijn favoriete vakken. En ook heeft natuurlijk het spelen van bepaalde historische games, als bijvoorbeeld een Assassin's Creed hierbij geholpen. Ja, zeker. Ja. Het was toch net even een soort speelbare geschiedenis. Nou ja, en de passie voor de Friese geschiedenis, ja, dat is wel heel specifiek, want op school... krijg je daar gewoon geen les over wat er hier is gespeeld. Oh. Maar die passie voor die Friese geschiedenis die is ontstaan toen ik voor de tweede keer in contact kwam met de band Baldus Drauma. Dat is een Friese metal, maar ook akoestisch band. En die zingt over de Friese historie gecombineerd met de Noorse mythologie. Ja. En dat heeft er toegeleid dat ik... Dat ik ook mee heb gedaan in het theaterstuk over de Friese koning Radbod. Maar ja, Radbod, daar komen we straks natuurlijk ook nog wel even op. En ja, daar heb ik ook aan meegedaan en echt historisch correct. Ja, gaaf. En ik zag namelijk dat jullie nog geen aflevering hadden gemaakt over de Friese historie. Nee. Dus ja, ik voelde me eigenlijk een beetje geroepen om dat met jullie graag te gaan doen. Ja, het gaat bij ons natuurlijk heel erg om de onderbelichte geschiedenisdingen. Ja, vertellen wat iedereen al weet, daar hebben we niet zoveel aan. Maar juist die dingen die zo interessant zijn. Nou ja, Friesland is eigenlijk iets wat we kennen. Het is gewoon onze provincie. Maar ja, wat weten we nou? Wat weten we over de geschiedenis? En daar willen we heel graag meer over weten. Ja, zeker. Ja, dat is... Dan ben je bij mij natuurlijk op het juiste adres. En wat ik zelf gewoon bij het Friesland heb, is... Ja, het leeft steeds minder, ook onder het jonge Friese volk. Mm. Ja, het is een beetje in de vergetelheid geraakt. Er zijn nog wel bepaalde mensen die echt het nationalisme... Dus mensen die trots zijn op Friesland. En die dat ook daadwerkelijk uitdragen. Maar het zijn er nog een handjevol, vind ik persoonlijk. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met welke regio in Friesland je woont. Je hebt natuurlijk Friesland is natuurlijk opgedeeld in gemeentes. En nou ja, er zijn dus verschillende gemeentes waarvan ik wel het gevoel heb van... Oh, daar leeft het nog net wat meer dan bijvoorbeeld in de gemeente waar ik woon. Oké. En dus ja, daar zie je heel vind ik persoonlijk, zie je daar hele duidelijke verschillen. En wat betreft over Friesland... sommige stukken van de Friese historie die zijn ook vrij onduidelijk. Ja, er zijn wel wat bronnen gevonden. Ik ken mensen die doen zelfs de wetenschappelijke kant van echt
bodemonderzoek. Mm-hmm, ja. En op basis daarvan proberen zij bepaalde verbanden te gaan leggen van wat er hier heeft gespeeld. Maar over het algemeen houden ze die informatie vrij dicht bij hunzelf. En dus er zijn wel avonden waar mensen natuurlijk naartoe kunnen komen. Maar zoiets op het internet, ja, daar vind je zo 1, 2 niet iets op. Nee, nee. Maar ja, die onduidelijkheid is, dat betreft voornamelijk hè, de oudheid. Het prehistorie, dus 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Nou ja, en een klein stukje nog vroege middeleeuwen. Want er zijn niet heel superveel geschreven bronnen gevonden. Er zijn natuurlijk wel bepaalde munten, et cetera, zijn natuurlijk wel gevonden. Waarop ze een beetje konden zeggen van, nou, dit en dit zou er ongeveer kunnen zijn gebeurd. Nou ja, zouden kunnen zijn. Ja, het is heel onduidelijk. En wat er bekend is, probeer ik jullie vandaag even een beetje in grote lijnen over te vertellen. En op sommige stukjes ga ik ook nog wat dieper op in. Ja, ja, mooi. Ja. En ik wil eigenlijk graag beginnen met even de naam van Friesland. Het land van de Friezen. Maar hebben jullie misschien een idee hoe de Friezen aan die naam zijn gekomen? Ja, was het niet zo? Je hebt twee verschillende soorten Friezen. Want je had de Friezen van de antieke tijd. Klopt. Maar dat zijn niet de Friezen die we nu hebben. Zeg nee. Maar is het omdat de Romeinen het hadden genoemd? Klopt, want de Romeinen die zeiden tegen van de mensen uit Friesland, dat waren de Friezen. De Friezen. En dat was een verzamelnaam voor Angelen, Saxen en, nou ja, en andere Germaanse volken. En nou ja, dat had ook deels te maken met hun uiterlijk. En dat is een van de soort van conspiracies die rondgaat vanwege het feit dat ze krullen in het haar hadden. Dus alle mensen die hier woonden, die hadden krullen in het haar. En als je dan gaat kijken naar de Oud-Friese taal en je gaat het vertalen, dan kom je uit op frizzle. Het Engelse woord. Ja, frizzle, dat is krullig. Ja, Romeinse frizzelen. Dat is frizzle, frizzle. Dat is een beetje verwant. Maar aan de andere kant gaat het ook rond dat het had te maken met het landschap. Mm-hmm. In ieder geval toen de tijd wat wij kennen als Friesland. Vroeger bestond dat uit veel sloten. En als je dan het Latijnse woord fresare hebt, dat heet frezen. Als je dan gaat zien naar sloten, ja, je kan het in principe een soort van zien. Dat is er allemaal uitgevreesd. Misschien door mensen of door de natuur zelf. Het is in ieder geval een stukje grond waar water doorheen stroomt. En dat is dus een soort van bewerkt, want anders was het gewoon namelijk vlak geweest. Dus dat heeft dus te maken met fresaren, frezen. Wauw, ja, oké. Ja, en zo is het vaak, hè? Onduidelijkheid, één van deze twee dus. Ja, misschien ook wel een combinatie van die twee. Een combinatie, ja. Maar dat is in ieder geval een grote kans dat dat daar vandaan komt. Maar het is grappig, want het klinkt natuurlijk als Fries, alsof het koud is. Ja, zeker. Ga je daar ook wel een beetje aan denken, oh ja, dat zal inderdaad wel, want het is een beetje daar in het noord of zo, maar... Nee, dat heeft er dus niks mee te maken. Dat heeft er nee, in principe niet. Want ja, in principe was het, als je kijkt naar de ijstijden, et cetera, dat was natuurlijk al heel veel langer geleden. En ja, die verzamelnaam voor de Angelen en de Saxen en de andere Germaanse volken. Ja, dat is een beetje lastig om dat te zeggen, maar dat is de grootste kans. Want er woonden hier wel daadwerkelijk mensen. En waar de Romeinen dus later ook op zijn gestuurd. En die zagen natuurlijk dat die mensen hier waren. En die hebben dat dus in principe gewoon hun naam gegeven. Dus ik vind persoonlijk ook een beetje dat we het een beetje gewoon van de Romeinen hebben gekregen. Ja, ja. Maar ja, dus die prehistorie van Friesland, die begon toen de eerste mensen zich hier begonnen te vestigen. In het deel boven de Rijn. Nou, er zijn veel voorwerpen gevonden waarop duidt dat mensen hier hebben geleefd. En een tijdje later in de Romeinse tijd viel Friesland, of in ieder geval het gebied ten noorden van de Rijn, onder het Romeinse Rijk. Nou ja, er zijn bronnen waarbij men denkt dat de Romeinen nooit grip hebben gekregen op het gebied. Mm-hmm. Om het daadwerkelijk over te nemen. Maar er zijn namelijk ook bronnen waarbij het tegendeel wordt bewezen. Want in de 12e jaar na Christus zijn de Friezen onderworpen door Nero. Mm. Dat was de generaal van de keizer Augustus. Ja, ja. Waarna de Friezen de troepen gingen leveren aan de Romeinen. Nou ja, en ook moesten de Friezen nadat ze waren onderworpen belasting gaan betalen aan het Romeinse Rijk in de vorm van huiden, van runderen. Yeah. Nou ja, en in 28 na Christus liep dat een beetje uit de hand. Want ja, de landvoogd van de Romeinen, die had
bepaald dat de grootte van die runderhuiden dezelfde grootte moest hebben als die van een wilde rund. Maar ja, als je kijkt naar de runderen die de Friesi hadden, gewoon de bewoners, dat waren in principe tamme gefokte runderen. Ja, ja. En waren dus heel verschillend qua grootte dan die van een wilde rund. Ja, precies. En dat heeft geleid tot een opstand en de Friesi die waren dat er niet mee eens en uiteindelijk vielen er natuurlijk weer zo'n 1300 doden. Want ja, ja, die werden door de Friesi wallen die vermoord. Of in ieder geval aan de Romeinse kant. Dus ja, het levert toch altijd wel weer een bepaalde spanning op. Was dat de slag bij Baduhenna? Dat zou zomaar kunnen. Ja, ik weet wel dat het een opstand was vanwege runderen. Maar ja, het zou ook gewoon een van de opstanden kunnen zijn. Want er gebeurde natuurlijk om de havenklap, zoals je zegt. Ja, zeker. Ja, er gebeurde heel veel... Ja, van dat soort kleine opstandjes. En veel zijn ook gewoon niet noemenswaardig genoeg om te noemen, weet je. Hoeveel zei je, 1300? Ja, 1300 doden. Maar ja, als je kijkt natuurlijk naar het Romeinse Rijk. Ja, dat valt mee hoeveel dat is natuurlijk ja. Voor de Romeinen. Maar ja, weet je, als er een keer een opstand is van 100 doden, ja, dat is verwaarloosbaar natuurlijk. Zeker. Doden, maar... Ja. Zeker. Ja, dat is in principe is dat dan niet heel veel, want er zijn natuurlijk in die tijd zijn er ook veel slagen gevochten tussen de Romeinen, waar makkelijk het tiendubbele aan casualties waren, zeg maar. Ja. Dus ja, dan zijn 1300 niet zoveel veel. En ja, inderdaad, het is inderdaad de slag van Baduhenna. Dat klopt helemaal. Ja. Ja, dat was dus in de tijd van de Romeinen. En nou, we maken even een kleine sprong in de tijd. Want we gaan verder zo'n 200 jaar na de val van het Romeinse Rijk. Want zoals je zelf zei, kabbelde eigenlijk altijd wel wat aan. En het was een opstandje hier, een opstandje daar. Dus vandaar dat we even verder gaan naar de val van het Romeinse Rijk in 476 na Christus. Ja, Magna Frisia. Hè? Met andere woorden, het Rijk van de Friezen. Daar praten we dan over. En... ja, dat was een gigantisch stuk land. Bij het Zwin, bij Brugge, de rivier, tot aan de Wezer in Duitsland. Mm-hmm. Inclusief een klein stukje westkust van wat wij kennen nu als Denemarken. Mm-hmm. En ja, om daar een beeld van te krijgen tijdens de podcast, aangezien het luisteren is in plaats van kijken. Yeah. Stel je de kaart van het huidige Nederland voor. Mm-hmm. En alles boven de Rijn, plus Zeeland, was ooit Friesland. Ja. In België doe je het gebied rond Brugge daarbij. En in Duitsland de hele westkust vanaf Nijmegen. Helemaal naar boven langs de noordkust, totdat je bij Denemarken was. En zo groot was Magna Frisia. Ja, echt een heel gebied aan de zee, hè? Zo. Ja. Echt heel gaaf. In het toppunt, ja, op het maximale, laat ik het zo zeggen, in de gouden eeuw van Magna Frisia waren ze zo groot. En ja, ze zeggen zelfs ook nog een stukje Noorwegen, een klein stukje aan de kust. Wauw, ja, ja, oké. Okay. Dus ja, dat is... verschrikkelijk, was echt verschrikkelijk groot. Mm-hmm. En Magna Frisia, dat is natuurlijk niet zo groot begonnen. Nee. Maar vermoedelijk is het al vanaf de eerste eeuw na Christus het uitdijen begonnen. Mm-hmm. Terwijl ze nog onder het Romeinse bewind voerden. Nou ja, na de val van het Romeinse Rijk is Magna Frisia tot een soort wasdom gekomen. Waarbij in het begin nog werd bestuurd door stamhoofden, werd het later bestuurd door koningen. We pikken het dan even op bij de gekozen Friese koning Aud Gillis. Dat was in de 7e eeuw na Christus. Nou, Aud Gillis, dat was een Friese koning die naar alle waarschijnlijkheid best lang heeft geregeerd. Aangezien hij een persoon was met veel macht en een eigen politiek. En een politiek die verschilde van de Franken. Dat was in principe in die tijd waren dat de grote belagers voor Magna Frisia. Want Magna Frisia die werd als doelwit gezien door een fantastische ligging. He, als het ging om overzeese handel. Want ja, het lag heel mooi. Ja. He, het lag mooi dicht bij de zee. En ja, voor overzeese handel was dat echt perfect. En waren dan ook echt vaarders? Ja, het waren wel vaarders. Ja, zeker. Want dat is kenmerk door Dorenstad. He, wat wij kennen nu als Utrecht. Ja. Ja. En dat lag doordat Flevoland nog niet bestond. En dat was nog vol water. Ja. Was dat een geweldige positie om aan te meren. En vanuit die de handel verder te vervoeren naar het binnenland. Mm. En natuurlijk ook tussen Noord en Zuid. Ja. En met de schepen die ze hadden konden ze het best makkelijk vervoeren. Of makkelijker dan te paard. Ja. En, nou ja, en economisch ging het daardoor fantastisch. Hè, door die handel.
En nou ja, dat is iets wat wij natuurlijk later ook hebben gezien natuurlijk in de tijd van de VOC en de WIC. Mm-hmm. Ja. En Nederland is in principe eigenlijk al, nou, vandaag de dag heb je natuurlijk nog de haven van Rotterdam. En, dus ja, in principe is dit deel van, ja, van Europa is eigenlijk altijd al heel handig geweest om dat in bezit te hebben vanwege de handel met schepen. Mm-hmm. Ja, zeker. Hadden Friesen trouwens ook hun eigen soort schip, zeg maar? Want je hebt natuurlijk vikingen die stonden er onbekend. Die hadden longships. En je hebt natuurlijk Romeinen die voeren in galeien. Ja. Hadden Friezen iets? Nou ja, wat ik wel weet van Friesland is dat ze wel inderdaad hun eigen schepen maakten. Uh-huh. Alleen dat wel weer af was gekeken van, ja, van andere volken. Alles in de geschiedenis afgekeken hoor, dus te gaan. Ja. Maar inderdaad, het komt erg overeen met de anderen dus, ja. Ja, zeker. Ik weet wel dat ze hier gewoon, hè, als je bijvoorbeeld een koning had, die had natuurlijk zijn eigen scheepsbouwer. Mm-hmm, ja. En dus als hij moest worden vervoerd, dan deed hij dat in zijn eigen schip. Nou ja, vaak waren dat schepen inderdaad waar je wel wat mensen mee kon vervoeren. Het zal ongeveer een kleine 6 meter zijn geweest, 7. Het zijn een soort van drakkaars. Ja, een beetje daar de voorganger van. Ja, en dan had de koning had dus zijn eigen schip. En dat werd allemaal natuurlijk persoonlijk voor hem gemaakt. Maar ja, terug naar dat Magna Frisia en de Friese koning Ord Gillis. En het is niet bekend dat er oorlog is geweest, hè, met de Franken ten tijde van het regeer van Ord Gillis. Meerdere pogingen van de Franken mislukten. En nou ja, de Franken die luisterden qua geloof natuurlijk in de tijd naar, nou ja, wat denken jullie? Ik weet niet, zouden die gewoon een Germaanse geloof hebben gehad? De Franken, ja, die waren christelijk. Juist. Die geloofden in die tijd naar wat Rome uitdroeg. Ja. Okay. Ja. Ook het Rooms-Katholieke christelijke geloof. De Franken is eigenlijk ook een beetje het begin natuurlijk. Niet helemaal, maar ja, weet je, dat is wel waar de moderne christelijke staat een beetje begon, weet je. Natuurlijk Frankrijk, ja, vrij christelijk. Maar ook het Heilige Roomse Rijk heeft volgens mij wel vanuit de Franken wat roots, zeg maar. Okay. Ja, zeker. Die waren zeker christelijk. Zeker, absoluut. Nou ja, en Magna Frisia, hè, die kwam in contact met het geloof. Dan denk je van, hè, dat ze dat van de Franken hebben, maar dat is dus niet zo, want dat was eigenlijk toen Wilfried van York, die kwam vanuit Engeland. Die was op reis naar Rome. En als je nu kijkt naar Engeland en ja, en wat toen de Magna Frisia was of nu Nederland, lag dat best wel dicht bij elkaar. Dus hij reisde dus vanuit Engeland, nou ja, in principe naar Magna Frisia, om zo verder gewoon te voet naar het zuiden te gaan, naar Rome. En nou ja, de koning van Friesland, Ord Gillis, ja, die bood hem onderdak, hè, na zijn doortocht naar Rome. Maar gewoon het volk die was daar niet blij mee. Want hier speelde natuurlijk het heidense geloof. Ja. Hè, van Werda, hè, Odin, Tuner, mm-hmm. Thor en Ty. Oftewel het Noorse geloof was de orde van de dag hier. Mm-hmm. En nou ja, het volk, losstaande van de koningsraad van Ord Gillis, want ze hadden wel gewoon een koningsraad, vond hierdoor dat het tijd werd voor een nieuwe koning, het volk. Want ja, de koningsraad die deed natuurlijk wel wat Ord Gillis wou. Mm-hmm. Want het was zijn regeerperiode. En Friesland die verlangde eigenlijk naar een koning met nieuwe, frisse ideeën. En geen conservatief en terughoudend gedonder meer. Dat wouden ze niet meer. De tijd voor actie. Want stilstand is achteruitgang. Magna Frisia, nou ja, die moest weer gaan bloeien. En na de vergiftiging van Ord Gillis, ze hebben de koning vergiftigd. Wow. In het eind van de 7e eeuw. Werd door het Koningsting. Het Koningsting, dat is een volksvertegenwoordiging. Mm-hmm. Waarbij de koningen werden gekozen. En in die Koningsting werd Radbod Ord Gillis-zoon. Die zoon van Ord Gillis werd gekozen. En nou ja, nu Radbod aan de macht is gekomen, voerde er een nieuwe frisse wind door het Rijk, waarbij oorlogen in het verleden het liefst werden vermeden. Geen Radbod, ten opzichte van Ord Gillis, wel de strijd aan. Okay. En in het begin van zijn regering begon hij met een valse start. Ja, door enkele slagen tegen de Franken onder leiding van Hofmeyer Pepijn van Herstal te verliezen. Waaronder die bij Dorestad rond het jaar 695. Nou ja, waardoor het dus aanhalingsteken nu Belgische gedeelte van Magna Frisia bij het Zwerg rond Brugge ging verloren. He, ze waren verslagen door de Franken. Maar door het continue bloedvergiet tussen die twee rijken
sloten de Friezen en de Franken door middel van een huwelijk hè, tussen de dochter van Radbaard, die had inmiddels een dochter gekregen, en de zoon van Pepijn, hè, de Hofmeier, de tegenstander, ja, sloten ze even tijdelijk vrede. Hm. Nou ja, na de dood van Pepijn van Herstal, zag Radbaard zijn kans schoon om Magna Frisia weer te herstellen in de oude glorie. Dat deed hij dus door die gebieden weer te gaan heroveren die hij een kleine 20 jaar geleden was verloren. Echter, de kers op de taart, ja, die moest nog komen in 716 na Christus, mm-hmm. waar hij de slag bij Keulen had gewonnen door middel van een tactisch schouwspel. Dat tactisch schouwspel, dat was in principe eigenlijk, ja, de koning gingen ze imiteren. Want de koning die zat vroeger op, hè, op een paard en door verschillende paarden een persoon op te zetten die er net zo uitzag als de koning, daardoor hebben ze dat gewonnen, zeg maar, die strijd. Wat zei je voor als bijvoorbeeld eentje die op de koning leek dood was gegaan. Mm-hmm. Ze lieten gewoon natuurlijk eerst de echte lelieten ze zien. Maar daarna waren er nog heel veel nog andere koningen. En, of nep koningen. En waarschijnlijk is het dus zo gegaan dat op het moment wanneer er werd gevochten en één zo'n nep koning was gesneuveld. Dat ze dachten dat de koning van Friesland dat die dood was. Ja, ja, ja. Dus ja, dat was in principe was heel, heel slim was erover nagedacht. Nou ja, na de dood van Pepijn was er ook in het land van de Franken was een burgeroorlog ontstaan. Over wie de macht moest krijgen als Hofmeier. Nou ja, en je raadt het natuurlijk al. Radbaard, de Friese koning, die maakte hier natuurlijk gebruik van. Door de Franken aan te vallen terwijl ze hun leger eigenlijk nog bij elkaar moesten rapen. In verband met de burgeroorlog die daar woedde. Want ze hadden natuurlijk overal hadden ze brandjes te blussen. Nou ja, de Franken die waren dan uiteindelijk geen partij hè, voor de Friezen. Nou, die werden snoeihard in de pan gehaakt. Wauw. En met de oorlogsbuit voerde Radbaard zijn leger weer terug naar Magna Frisia. En ja, dat is een van de grote slagen die hij heeft gewonnen. Okay. Nou ja, de rest van het leven wist hij zelf het christendom wel buiten de deur te houden. Door onder meer Bonifatius. Hè, dat was een christenpreker, was dat. Ja, die liet hij bij Dokkum vermoorden. En ja, dat was... In principe dus die slag bij Keulen was echt gewoon de kers op de taart. Maar ja, het christendom, dat wist hij ook buiten de deur te houden. Ondanks dat hij best wel veel in contact was geweest met mensen uit het christendom. En er zijn zelfs verhalen dat hij op het punt stond om zichzelf te laten dopen. Ja, oké. Okay. Maar eigenlijk als een grote middelvinger naar dat hele christelijke geloof. Hmm. Vroeger werden er wat vragen gesteld voordat je werd gedoopt. En daar was hij best in opstand tegengekomen. Gewoon even als een beetje van even het ijzer smeden wanneer het heet is. Ja, ja. Nou ja, en aan al het mooie dat is. En er komt natuurlijk ook een einde. Ja. Na de dood van Radbaard verloor zijn zoon Poppo belangrijke slagen. Waardoor Magna Frisia wederom veel terrein verloor. Hmm. Poppo dus, zijn zoon, die werd gedood in een veldslag. En een nieuwe en laatste koning, waarvan wij zelfs de naam niet kennen, moest een zinkend schip redden, wat niet te redden viel. Want de Franken die waren te machtig en te sterk. Nou ja, vervolgens was Friesland eigenlijk al in verval geraakt door de dood van Radbaard. Mm-hmm. Nou ja, zo kwam er eigenlijk een einde aan de meest invloedrijke tijd van Friesland, het Magna Frisia. Ja. En ik wou graag dit stukje nog even eindigen van deze... ik vind het persoonlijk, vind ik het de belangrijkste periode in de Friese geschiedenis. Niet omdat wij, ook natuurlijk ook wel een beetje, omdat Friesland heel groot was. Mm-hmm. Maar ook over onze situatie hier, hoe wij ons hielden ten opzichte van de rest van de volkeren om ons heen. He, vooral tegen de Franken, dat Friesen toen eigenlijk al een beetje zoiets hebben gehad van... Wij kunnen goed weerstand bieden tegen... buitenstaanders. En als jij in principe, als jij als buitenstaander iets op ons tegen hebt, is prima, dan schoppen we je in principe gewoon weg. Mm. En dat is eigenlijk al een beetje toen ontstaan. Want ik vind dat dus eigenlijk persoonlijk wel de mooiste periode voor Friesland. Ja, ja. En daarom wou ik ook eigenlijk dat afsluiten met een klein stukje van een nummer van Baldus Drauma. En dat nummer heet ook Magna Frisia. Dat heb ik even vertaald in het Nederlands. En het gaat als volgt. Magna Frisia, volken stierven voor jouw eer. Magna Frisia, koningen vochten om jouw land en reuzen liepen over je grond. En goden, die proosten op jou. Liederen worden over jou gezongen. Magna Frisia, Freya Frisena. Oftewel, de vrije Friezen. Hmm.
Gaaf zeg, ja, ja. Ja, leuk hè? Ja, en het is natuurlijk een prachtige periode voor Friesland geweest. En dat ze zo groot konden worden en dat ze zo zelfstandig konden blijven. Ja, gaaf man, dat is wel tof. En ja, kijk, de Franken en de Saksen inderdaad, dat zijn volken die we dan kennen. Maar ja, waarom wordt dit macht naar Friese dan niet echt behandeld? Ik bedoel, ik weet dan zo van mijn geschiedenisboeken dat je dan, ja, die verschillende volken had. Nooit helemaal gerealiseerd dat ja, de Friese ook zo groot waren in die tijd. En de handelaren waren degene die dus de zee op gingen. Ja. Ja, en natuurlijk ook weer natuurlijk de producten weer verhandelden. Ja. Binnen het Rijk. Precies. Maar natuurlijk ook weer, hè, er was al iets bekend van bepaalde markten en zo, hè, vooral rond de Orenstad. Mm-hmm. En dus in principe konden ze het er zo afhalen en konden ze het zo gelijk afvoeren naar het binnenland. Ja. Of ze konden het gelijk daar ter plekke verkopen. Ja, het zou natuurlijk voor de Romeinen ook fantastisch zijn geweest om dit te hebben, dit havengebied, zeg maar. Zeker. Ja, dat is dus helemaal niet gelukt. Nee, eigenlijk, ja, zoals ik zei, ze zijn een beetje een soort samenwerking, maar toch niet echt. Dat wel, ja, en dat het daadwerkelijk misschien ook, en dat ze hier rond hebben gelopen, dat is ook wel zeker. Mm-hmm. Zo goed, ja, er zijn bepaalde dingen in de grond zijn gevonden, wat duidt op Romeinse troepen. Dus ik zou er ook niet raar van opkijken, dat ze hier uiteindelijk dus wel wat in de melk te brokken hadden. Mm-hmm. Maar, ja, eigenlijk, de mensen die hier toen wonen, de Friesi, ja, die lieten zich eigenlijk nooit gek maken. Dat is eigenlijk wel een beetje waar het op neerkomt. Ondanks dat misschien toch eventueel de Romeinen hier wel hebben huisgehouden. Ja. Nou ja, nadat dus die... we hebben net over Magna Frisia gehad. Nou, ik ben zover dat was eigenlijk veroverd door andere volken. En toen werd het Lex Frisonum getekend. Hebben jullie hier ooit van gehoord? En wat denken jullie wat dit precies inhoudt? Nee. Het Lex Frisonum. Het zal een verdrag zijn geweest over de wetten en regels, ja. Ja, je bent heel warm, ja. Maar het Lex Frisonum is eigenlijk inderdaad Lex, dat is van Latijn. Lex Frisonum, dus oftewel Friese wet. Ja. Het was een soort van voorlopig wetboek, waarin alle wetten stonden die door Karel de Grote waren vastgesteld. Veel van die wetten waren al van kracht voordat de Franken überhaupt Magna Frisia hadden verslagen. Mm-hmm. En Karel voegde echter zijn wetten toe, aangezien hij streefde naar een wetboek die gold voor het gehele Frankische Rijk. He, overal alles hetzelfde. Ja. En het is makkelijker om zo rechts ook rechtspraak te doen. Maar rond het jaar 814 brokkelde het Frankische Rijk langzaamaan uiteen. En dit had te maken met de dood van Karel. Mm-hmm. Maar de Franken die waren hier nog steeds niet vertrokken. En ja, zo begon Frisia zich op te maken voor de hoge middeleeuwen. En in de hoge middeleeuwen waren vooral de Vikingen uit Scandinavië die hier kwamen huishouden. Toen pas kwamen de Vikingen in het spel. Ja, ja, oké. Ze dachten namelijk dat ze in Bretagne waren aangekomen. Maar dat was niet het geval. Want ze zochten om Bretagne, maar ja, ze kwamen niet zo ver. Want ze dachten eigenlijk van, ja, die vrouwen die hier rondlopen, ja, die zijn wel mooi. Dus wij blijven hier maar. En nou ja, ze natuurlijk, het was een rare tijd. En die vrouwen en zelfs ook kinderen, want ja, het waren geen holy cows die Vikingen natuurlijk. Die gebruikten de vrouwen en de kinderen ook als slaven en, nou ja, en voor andere doeleinden. Zonder om daar verder op in te gaan, weet iedereen wel wat ik bedoel. Mm-hmm. Maar ja, de Franken die hadden het hier nog steeds voor het zeggen in Frisia, maar die maakten geen kans tegen de Vikingen. En ja, dat leidde er uiteindelijk naartoe dat de Franken maar land te leen gaven aan de Vikingen in de hoop dat ze zouden stoppen met het geweld. En nou ja, zoals jullie misschien al kunnen raden, was deze situatie uiteindelijk onhoudbaar. En na veel bloedvergiet aan weerszijden is dat ongeveer pas gestopt rond het jaar 1000. En dus een paar honderd jaar verder later. En toen was het eigenlijk ook gelijk klaar met de Franken in Frisia. Hmm. En dat was gewoon de Vikingen hadden dat gewoon overgenomen. Ja, er zijn natuurlijk ook wel gewoon Vikingen wel in Bretagne terechtgekomen. Maar ja, zeker. Zeker, absoluut. Alleen deze, hoe ze hier zijn terechtgekomen, is eigenlijk gewoon, ze waren zo dronken en ze waren... de schepen zaten vol met bier en meden en het was allemaal een groot feest. Okay, okay. Maar uiteindelijk, ze zijn er natuurlijk wel gekomen, alleen er is dus ook een groep geweest die hier dus uiteindelijk aan is gekomen. En zo zijn wij in principe een beetje verwoven met de
met de Vikingen. Maar ja, nu die Frankische invloed, hè, die Vikingen die waren gekomen en de Frankische invloed, nou ja, die was dus natuurlijk weggevallen. En Frisia, die had nooit eigenlijk een centraal bestuur. En dus, nou, dat Magna Frisia was gevallen. En ontstonden er allemaal een soort van kleine provincies binnen Friesland. Die waren geregeerd door graven. En een bekende daarvan is de graafschap Midden-Friesland. Nou ja, het zit wat moeilijk in elkaar. Want ja, het is toch altijd een beetje zo van die tijd. Die zegt wat tegen die en die is het niet eens met die en die en die. Hè? Dat is eigenlijk altijd wel een beetje... Ja. Altijd wel een kleine, van die kleine dingetjes. Maar dan moet zeggen dat op een gegeven moment de Duitse keizer, Hendrik de Vierde, het gebied Midden-Friesland, gaf aan de bisschop van Utrecht. Ja, dit was de grote onvrede van de graaf, hè, van de graaf van Midden-Friesland. Yeah. En de Friese bewoners, die namen het op voor de bisschop van Utrecht. Heel raar, want je zou eigenlijk zeggen van, ze gaan met die graaf. Maar ja, Friesen en ja, onder bewindstaan en zo, daar hebben ze scheid aan, maar daar komen we zo meteen wel uit. En die besloten samen met die bisschop van Utrecht de Friese graaf te verslaan en te vermoorden. Wauw, oké. Okay. Dus uiteindelijk was die graaf, ja, die is dus verslagen. En de Friese, die dachten van, weet je wat? Wij gaan de touwtjes vanaf nu zelf in handen nemen. Ja, en dit kennen wij als de Friese vrijheid. Maar hebben jullie ook nog een idee waarom het eigenlijk de Friese vrijheid wordt genoemd? Het heeft namelijk te maken met iets best groots, zeg maar. Ik had het zelf wel een beetje, je moet het inderdaad een beetje zoeken naar zo net wat ik tegen jullie zei van de touwtjes in eigen handen nemen. Ja, kreeg ze inderdaad een stemrecht aan de regering en et cetera. Nou kijk, het zit namelijk zo, want het had te maken met het ontbreken van het feodalisme en het leenstelsel. Ja, dat moeten we even uitleggen. Feodalisme of het feodale stelsel is een systeem waarin het land wordt onderverdeeld, oftewel uitgeleend. Nou, bijvoorbeeld als je een koning hebt, dat is dan de leenheer. En die verdeelt zijn land dan onder een paar vazallen. En dat zijn dan de leenmannen. Nou ja, meestal verdelen die het dan weer aan nog meer mensen. En zo heb je dus een heel stelsel. En dat heet het feodale stelsel. Of het leenstelsel. Aangezien de Friesen de manier van regeren in eigen handen hadden genomen. En hadden geen landheer meer die over hun gebied heerste. En ik moet ook zeggen, dit hadden de Friesen namelijk ook te danken aan de hulp die ze hebben geboden in Rome in de 9e eeuw. Want in Rome ontstond in de 9e eeuw een religieuze opstand. Vanwege het iconoclasme, wat we kennen als beeldenstormen. Ja, ja. Want ja. Paus Leo, die had namelijk alle vormen van het namaken van God, Jezus, et cetera, verboden. Ja, was niet oké. Hier was het volk laaiend over, daar in Rome. Mm-hmm. En ja, die hadden toen de paus hadden die uit de stad gedreven, hè, met de nodige verwondingen. Er zijn zelfs verhalen over dat zijn ogen zijn uitgestoken en dat hij de stad uit is gegooid. Nou ja, en paus Leo die vluchtte toen de tijd dus naar Karel de Grote van de Franken. Ja. En nou ja, de Friese die kregen daar lucht van die zaak. En die besloten onder leiding van Magnus Varteman, dat was een Friese vaandeldrager, Rome te gaan veroveren en te bezetten. Nou ja, wow. Dit lukte hun ook nog. Okay. En zo kwamen ze uiteindelijk lijnrecht tegenover Karel de Grote. Want de stad hadden ze ingenomen, overgenomen. En de poorten van Rome die hadden ze gesloten om zo het leger natuurlijk van Karel de Grote buiten de deur te houden. Ja. En door middel van boodschappers werd er gecommuniceerd, zoals bijna overal. En de Friese wouden de stad opgeven voor hun eigen vrijheid. Mm. Wat wij kennen als de Friese vrijheid. Aanvankelijk wou Karel de Grote de Friese gewoon goud en zilver geven. Weet je, oh ja, thanks man, je hebt mij veel werk uit handen genomen. Hier heb je wat goud en zilver en rot maar op, en dit nu is de stad van mij. Maar de Friese die bezweken daar niet onder leiding van Magnus Varteman. Dus heeft Karel uiteindelijk maar besloten om gewoon na onderhandelingen om de Friesen hun vrijheid te geven. En dat staat bekend als het Karelsprivilege. Dus ja, de Friesen die deden dus in principe eigenlijk alles zelf uiteindelijk. Als het ging over het besturen van het land, ook rechtspraak hadden ze in eigen hand. En de rechtspraak werd door de afgevaardigden van de Friese provinciën in Aurich bij de Upstalsboom gehouden. Dat is nu, vandaag de dag is dat in Duitsland. Okay. En nou ja, dat gebeurde één keer per jaar. Hè, voor grote. Het doel van die vergadering was dus om recht te spreken. Ja, ja. En die op lokaal niveau eigenlijk niet kon worden besloten. Maar ook bijvoorbeeld om besluiten te nemen in de Friese provinciën als de Friese vrijheid in gedrang kwam. Hè, door buitenstaanders. Ja. Werden hier besluiten overgenomen om zo de Friese vrijheid
in stand houden. At all cost, ten alle kosten. Moest dat ten alle tijde gewaarborgd blijven. En zelfs tot vandaag de dag worden hier nog bijeenkomsten gehouden gewoon voor de nationalistische Friezen. Dit om stil te staan bij de Friese vrijheid en om eenheid te tonen. Okay, wow. En dus voor de rest geen bestuurlijke rechtsprekende functie meer, maar ze komen er nog wel. Hm. Nou ja, en ik had het namelijk net al over dat Aurich en Aurich, hè, werden besluiten genomen dat als de Friese vrijheid in gedrang kwam, hè, dat de afgevaardigden van de Friese provincie bij elkaar kwamen om te overleggen. Mm-hmm. En nou ja, de Friese vrijheid die kwam dus uiteindelijk wel in het gedrang in het jaar 1345. En dat is ook wel bekend als de Slag bij Wans, dus vlakbij Stavoren. Dat is correcter, zeg maar, de exacte locatie. Maar voordat ik daar naartoe ga, moet ik het toch eerst even hebben over 1288. Het gebied West-Friesland was overgenomen door de Hollanders. Door een storm een jaar eerder was West-Friesland, dus dat is eigenlijk wat wij nu kennen als het noordelijkste van Noord-Holland. He, niet helemaal Noord-Holland. Ja, ja, dat wordt nog steeds wel eens West-Friesland genoemd, hè? Ja, precies. Rond Hoorn, Enkhuizen en Alkmaar. Juist, ja. En dat was gescheiden geraakt door die storm van Friesland. Mm. Daardoor werd het dus een makkelijke prooi voor de graaf van Holland. Nou ja, zo geschieden. Want ja, er zat natuurlijk water tussen. Dus ja, iets met troepen, et cetera, kon er niet heel makkelijk mee vervoerd worden. Of minder makkelijk. Mm. Maar de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht, die waren uit op meermacht. En wouden belastinggeld gaan innen in Friesland. En zo ook Friesland besturen. Dit kwam tot een hoogtepunt in 1345... waarbij de Hollanders onder leiding van graaf Willem IV van Holland Friesland wou overnemen stapsgewijs. Nou ja, dat leidde dus uiteindelijk tot de slag bij Waas, Stavoren. Willem IV van Holland wou een klooster bij Stavoren veroveren om als vesting te gebruiken om zo verder Friesland langzaamaan over te nemen. Ja. En dat is een soort van centraal punt. Nou, het plan werd dus door die Hollanders gesmeed en Willem IV zou via het noorden Stavoren gaan invallen. En zijn oom, Jan van Beaumont, zou via de Zuiderzee over het water met schepen het zuiden van Stavoren gaan terroriseren. Mm-hmm. En dus in principe een soort tweeflanksslag. Ja, precies, ja. Maar aan boord van de schepen leek het eigenlijk al of hadden ze de slag gewonnen. Want ruimte voor paarden bijvoorbeeld, voor de ridders, nee, dat was het niet. Nee, er waren veel voorraden en materialen en mensen meegenomen om alvast maar die vesting op te gaan bouwen. Oh nee. Ze dachten van twee vingers in de neus, wij doen het wel even. In hun hoofd hadden ze al gewonnen. Ja, juist. Ach. En in het noorden moest Willem de Vierde door het plaatsje Warns. Mm. En waar ze echt op serieuze tegenstand stuiten. Boze vissers en boeren hadden allemaal hun gereedschap verzameld. Zoals hooivorken, hamers, ook speren. Komen we weer bij de speer. Ja, 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 natuurlijk. Ook die waren aanwezig. Voor Friese zijn hooivorken meer iconisch, hoor. Dat, Ook zeker, maar als je kijkt natuurlijk naar hoe alles is begonnen, komt het eigenlijk toch altijd wel weer voor, die speren. Van een hele grote rol tot in een kleine hoofdrol, want zoals je inderdaad zei, hooivorken noemde ik ook als eerste. Mm. Dat was echt het wapen waarmee ze natuurlijk de ridders van Willem de Vierde te lijf moesten gaan vechten. Nou ja, het Friese volk was duidelijk in het voordeel. Dit kwam doordat ze licht en snel konden toeslaan. Terwijl de ridders van Willem, die hadden een dik harnas. Yeah. En geen paard. En geen paard. Dus wat kreeg je dan? Je krijgt dus heel... Ja, mensen van Friesland, ja, die waren best wel snel. En ja, die waren heel behendig. Ja, en als je zelf wel eens in een harnas of in een... Ja, maliënkolder is dan nog iets beter. Maar gewoon echt beplaatst staal, als je daarin rond gaat lopen... Dat is geen pretje. Dan word je moe. Ik denk maar gewoon dat je een zware rugtas draagt. En dat je dan een sprintje moet gaan trekken. Ja, juist. Dat gewoon niet nou ja, die situatie van Willem IV en zijn leger. Nou, dat was onhoudbaar. En ze gingen vluchten naar het Rode Klif. Ten zuidoosten van Stavoren. De weg die de ridders daar namen. Die kennen wij vandaag nog als de verkeerde wei. De verkeerde weg. Ja, dat is de verkeerde weg. Onder de echte nationalistische Friezen. Die weten nog, oh, dat is de weg. Daar kun je nu ook heen rijden. Ik zou zeker dat eens een keer doen. Mm. Ja, is dat de weg in principe die ridders namen. En eenmaal aangekomen bij het klif. Werden de ridders tot in de zee. De pan ingehakt door de Friezen. En vermoorden ze ook Willem de Vierde bij het klif. Ja. En dan hebben we nog... In het zuiden had zijn oom Jan van Beaumont... Ja, die had eigenlijk nog niet heel veel gedaan. Ja, hij had een legerkampje opgezet. Met de zee in de rug.
recipe for disaster. Mm, mm. Je hebt geen vlucht weg. Nee. Nou, hoe kon het dus nu zo fout gaan voor de Hollanders? Want het zijn getrainde ridders tegen normale boeren en vissers. Daar moet iets fout gaan, want normaal gesproken zou je zeggen van overrompelen die zooi. Mm-hmm. Nou, de grootste fout was eigenlijk het opdelen van de troepen. Dat hadden ze in principe eigenlijk nooit moeten doen. In het noorden en het zuiden van tevoren. Maar naar mijn mening had je meer kans gemaakt om als één groot leger de Friese te bestormen. Aangezien de weerstand dan beter te verdragen was omdat je met meer mensen zou zijn. Ja. En de tweede is eigenlijk Willem IV. Die had geen geduld om te wachten op zijn boogschutters. Want de Friesen hadden, ja, die hadden niet echt lange afstandswapens. Dus met pijl en boog hadden het veel makkelijker opgelost kunnen worden. Ja, ja. Want het was eigenlijk alleen maar slagwapens en niet zozeer lange afstands. Maar ja, hij was koppig, dus ja, dat heeft hij uiteindelijk moeten bekopen met zijn dood. Nou, en omdat die twee dingen die ik net heb opgenoemd totaal mislukten, kwam het derde probleem ook naar boven. En dat is dat ze hun schepen, die hadden ze in volle zee achtergelaten, buiten handbereik. Dus ja, makkelijk vluchten, ja, dat was er eigenlijk ook niet meer bij. En dat was ook natuurlijk met punt 4, had dat natuurlijk ook mee te maken. Dat zuidelijke leger, die had een kamp opgeslagen met de zee in de rug. Ja. Het was in principe de ene na de andere misstap. Ze hebben het zichzelf heel moeilijk gemaakt. In 1951 gaan we heel ver vooruit. Is er daar nog een grote zwerfkei geplaatst. Met de leus Lever, Deer of Slaaf. Nou, die kennen, veel mensen die kennen dat, die leus wel. Hè? Dat is liever dood dan slaaf van de Hollanders. Ja. En nou ja, die wordt jaarlijks wordt die nog herdacht op de laatste zaterdag van september. Maar aangezien de slag op 26 september 1345 werd gevochten. En dat zorgde ervoor dat die Friese vrijheid voor nu, in ieder geval voor toen de tijd, bewaard bleef. Maar ja, inderdaad, die herdenking, die is altijd ieder jaar nog, die wordt dit jaar weer gehouden. Het is bij Warns, bij die zwerfkei. En dat is gewoon vrij te bezoeken, dus als je eens een keer iets hebt van, ik heb een keer een zaterdag niks te doen. En het is heel toevallig de laatste zaterdag van september. Mm. Dan kun je er zo even heen rijden. Okay. En dan kun je even kijken. Het is wel in het Fries natuurlijk, maar misschien als je iemand kent die een beetje het voor je kan vertalen. Ja, dan is er best wel uit te komen. Gaaf, ja. Ik ben er ook weer, dus ja, dat is gewoon bijna standaard vaste preek natuurlijk. Oh, gaaf hoor. Nou ja, en ze nemen weer een kleine sprong in de tijd. En komen uit bij een klein stukje over de Grote Friese Oorlog. De Grote Friese Oorlog was een burgeroorlog in Friesland van 1413 tot 1422. Die ontstond doordat twee gekozen leiders van de Friese provinciën, ja, die waren het niet met elkaar eens over hoe onder andere de macht moest worden verdeeld binnen Friesland. Nou, en allemaal nog meer van die hele kleine domme geschillen. En nou, alle Friese provinciën die moesten nu eigenlijk kant kiezen, want het werd verkwaad tot erger. Dus die provinciën die moesten zich aansluiten bij in principe één van die twee partijen. Mm-hmm. He, waardoor er dus die burgeroorlog ontstond. En dat is bekend als de Schieringers en de Vetkopers. En ja, zonder daar verder in te gaan op de details over de geschillen en slagen. En er zijn best wel veel, er zijn een enkeltal slagen zijn er natuurlijk gevallen binnen zo'n burgeroorlog. Maar ja, dat is op zo'n klein niveau. Nou ja, dat erin. Het belangrijkste is gewoon dat daar in principe in 1422 een einde aankwam. Dus dat heeft ongeveer een jaartje of 9 geduurd. En de Friese vrijheid die bleef daardoor nog voor ongeveer zo'n 75 jaar behouden. Dat is in principe het belangrijkste wat je daar in principe van kan onthouden. Ja. Want in 1498 toen Maximiliaan, de eerste van het Habsburgse huis, die benoemde hertog Albrecht van Saksen als machthebber van Friesland, nadat de Friese provincie dat hadden toegestaan. Hmm. Ja, de situatie was uiteindelijk toch wel onhoudbaar. En ja, ze moesten eieren voor hun geld kiezen. En nou ja, aangezien West-Friesland voor die tijd alweer een nieuwe graaf had, en het gebied wat wij nu kennen als een deel van Groningen en de ommelanden een landheer had, kreeg Albrecht alleen de controle over wat wij nu kennen als het huidige Friesland. Dat had hij dus gekregen van Maximiliaan I. Ja. Het westelijke gebied van de rivier de Lauwers. En dat is het, de Lauwers die stroomt in principe een beetje door de scheidingslijn van Groningen en Friesland. Nou ja, en in 1500 kwam Albrecht van Saksen te overlijden. En zijn zoon Joris, die nam toen de macht over in Friesland.
Nou, zowel vader als zoon hebben het wel geprobeerd om, om die twee gebieden weer terug te veroveren. Alleen is dat nooit gelukt. Mm. Waardoor die twee gebieden in ieder geval afgescheiden bleven van Friesland. En dat gebied wat over is gebleven, dat kennen wij nu eigenlijk als Friesland van vandaag de dag. Ja, oké. Okay. Okay. Dus als je kijkt naar Magna Frisia, hè, enkele duizend jaar geleden. Het is in principe eigenlijk, is dat eigenlijk allemaal een beetje van ons weggepikt. En yeah. Nou ja, dat is dus in principe tot het punt gekomen wat wij nu als Friesland kennen. En oorlog was zoals we weten in de 16e eeuw, ja, dat was best wel was vrij duur. En nou ja, de huidige machthebber van Friesland, die Joris, die kon door het gebrek van middelen alles niet langer draaiende houden. En daarom verkocht hij zijn land, hè, dus wat hij nog had, wat wij kennen als Friesland, in 1515 aan keizer Karel de Vijfde van het Habsburgse Huis. Die vervolgens de eerste stadhouder van Friesland aanstelde. En dat was Floris van Egmond. Nou ja, toen was het eigenlijk echt wel gedaan met de Friese vrijheid. Ja. Want het leidde ook weer tot een grote onvrede bij de Friese burgers. Zij waren immers gewend aan de Friese vrijheid. Ja, ja, ja. En trokken wederom te strijden om de Friese vrijheid voor te zetten. Nee. En dat deden ze tegen de Hollanders natuurlijk weer door een oorlog. Die bekend staat als de laatste oorlog die Friesland heeft gevoerd. Mm. Die duurde van 1515 tot 1524. En nou, nu komen we natuurlijk bij een bekende man in deze tijd. Nou, jullie raden het waarschijnlijk al, want we hebben het over één groot iemand hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Oh, Grutte Pier. Oh. Yes. Grutte Pier. Yes. Daar is hij. Daar is hij, eindelijk. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Nou ja, dat was Grutte Pier. Hij staat bekend om zijn reusachtig grote zwaard. Ja. Van wel 2,13 meter. Dat is echt 13. Bizar. Ja, okay. Echt wel voor de meeste mensen een two-hander. En die ligt ook ergens in een museum, hè? Ja. Klopt, die ligt in het Fries Museum in Leeuwarden. Ja, gaaf. Daarop terug te komen, het Fries Museum, ja, ik zou er zeker eens een keer gaan kijken, want ja, er zitten echt wel leuke voorwerpen liggen daar. En ze hebben soms ook wel eens bepaalde exposities. Laatst bijvoorbeeld een hele expositie over de Vikingen, die dan tijdelijk te bezoeken is. Mm-hmm. En dus dat reusachtige zwaard van Grutte Pier, die ligt daar ook. Wij noemen hem altijd Grutte Pier, maar weet je ook wat zijn echte naam is? Oh, nee. Of zijn volledige naam? Of Charma? Donia. Pier Gelofs Donia. Hmm. Hij werd in 1480 werd hij geboren in Kimswert, in Friesland. En raakte verwikkeld in de strijd nadat een groep die onder het Habsburgse huis opereerde zijn boerderij geplunderd en zijn vrouw daarbij hadden vermoord. Niet heel aardig. Nee. En hij kreeg een afschuw aan alles en iedereen die Hollandig was. Tja. Ja, zij hadden zijn boerderijtje kort en klein geslagen en zijn vrouw vermoord. Het gevolg daarvan is, hij richtte in Arem, dus ook een plaatsje vlakbij de huidige Afsluitdijk, richtte hij de Aremer Zwarte Hoop op. Dit was een verzetsgroep die vocht voor de terugkeer van de Friese vrijheid. Het komt eigenlijk altijd wel weer terug nadat die Friese vrijheid is verloren. Ja. Deze verzetsgroep die bestond uit boeren met lage inkomens en uit ooit hoge edelen. Oftewel nu de lage, die aan lager wal waren geraakt. Mm. En een tijdje later voegden ook huurlingen uit Gelre bij de Arme Zwarte Hoop. Dit leidde tot een leger van soms duizenden mannen. En dit had te maken met de handel die Habsburgers aan het belemmeren waren tussen Gelre en de Friezen. Vonden ze niet leuk, je moet niet aan hun handel komen, dus dan gaan ze jou waarschijnlijk vermoorden. Nou, de Arme Zwarte Hoofd die was actief zowel op land als op zee. Ze hielden geregeld huizen in verschillende plaatsen in Noord-Holland. En bij zijn grootste plundering wist hij 28 Hollandse schepen te kapen. Wow. Grutte Pier. Wow. Maar nog belangrijker was voor hem medeblik vanwege de band tussen hen en de Hollanders. De Arme Zwarte Hoop die besloot om daar in medeblik even, aanvankelijk niet, maar uiteindelijk wel goed te gaan huishouden. Ze kwamen daar met 4000 man en overvielen de stad. En daarvan was een deel van de bewoners, die waren gevlucht naar een nabijgelegen kasteel. En maar het lukte de Arme Zwarte Hoop niet echt om dit kasteel in handen te krijgen. En okay. Daarop besloten Grutte Pier en zijn mannen maar om de stad te gaan roven en in de brand te steken. Nadat ze medeblik in principe hadden voorzien van een poort naar de hel, trokken ze weer plunderend weer huiswaarts. Mm. Ze waren het er niet mee eens. Nou ja, dat is wel een van zijn belangrijkste slagen, zeg maar. Ja, ja, ja. Hij was natuurlijk zelf ook
zeevader. Hij had heel veel verschillende titels. Maar hij was ook wel een beetje... Hij had het ook wel een beetje hoog in zichzelf zitten, weet je. Van, hij kreeg weer een bepaalde titel. En die droeg hij dan ook weer met, natuurlijk met volle trots. Ja, droeg hij dat ook weer uit. En ook bepaalde titels, ja, die hij zelf gewoon heeft verzonnen, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, aan het begin hadden we het dus over... Boeterbree en Grien, dat zie je waar dat net sinds ik ken, is geen overhoog te vries. Die komt eigenlijk uit de tijd van Grote Pier. Dat had te maken met, ja, hij had een scheidhekel aan de Hollanders. Dat deed hij in principe eigenlijk een beetje als een soort test. Ja. Van of het nou wel daadwerkelijk de Friezen waren. Want ja, die mensen die zouden dat kunnen opzeggen. Het is een beetje, ja, het is een beetje vergelijkbaar met de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Zo kun je het wel een beetje zien. Ja. Oh, ben jij van Hollandse korf? Oké, okay, prima, dan wordt je kop eraf gehakt. Ja. Nou, of, nee, de tijd van de Tweede Wereldoorlog werden ze natuurlijk vergast. Maar in ieder geval, dan had je niet een heel goed lot in ieder geval. Nee. Nou, dat is dus waar dat vandaan komt bij Grote Pier, Boeterbree en Grien, dat zie je zo, dat net zoals ik ken, is hier een overhoogte Fries. Een mooie leus. Ja, dus oefen dat alvast, anders gaat je kop eraf. Ja, dus oefen dat alvast, want als je ooit in Friesland komt, dan wordt je hoofd er tenminste niet afgehaakt. Precies, precies. Ja. Maar in 1520 kwam Grote Pier te overlijden, gewoon. En hij droeg zijn stokje over aan Weijert Jelkema. Dat is niet zo'n goede naam. Nee, Weijert Jelkema, nee, dat is niet zo bombastisch als Grote Pier. Ja. Heb je zo'n hele fantastische naam, Grote Pier. En wat is zijn opvolger? Klaas of Jan of Piet. Maar voor die dood van Grote Pier was zijn verzetsgroep was aardig uitgedund. Mm. En dit had mogelijk te maken met de schepen die Grote Pier gekaapt had. En vooral ook die 28 en ook nog meerdere. Want die schepen, die schonk hij naar alle waarschijnlijkheid aan die bondgenoot Karel van Gelre. Hè, waar hij dus ook die huurlingen vandaan haalde. Ja. Waardoor zijn leger zo groot kon worden. Maar naderhand bleek dat Karel van Gelre, die wou eigenlijk stiekem wel de macht hebben over Friesland. Ja. Nou ja, en nou ja, Grote Pier die voelde zich daardoor best wel genaaid. En die trok daarom enkele jaren voor zijn dood, trok hij zich terug. Dus ja, die groep die na zijn dood overbleef, ja, die stelde niet superveel meer voor. Het was gewoon wat in verval geraakt. En zijn opvolger, Jelkema, nou, die werd in 1523 gedood. Heeft niet heel lang van kunnen genieten. Mm. En een jaar later kwam er ook een einde echt aan die oorlog, hè, aan die grote oorlog. Toen de laatste verzetstrijders zich overgaven aan de Hollanders. Ja. Nou ja, Grote Pier, ja, die strijdt dus voor de Friese vrijheid. En ja, die was vandaag de dag wat hij nog gezien als grote held onder de nationalistische Friezen. Ja, hij was de laatste grote man eigenlijk die de Friese vrijheid heeft proberen te behouden. Ja, ja, ja. En dat is ook nog steeds wel een beetje kenmerkbaar in Friesland. Want ik zie hier regelmatig een gigantisch grote bus zie ik rondrijden. En een soort van, ja het is niet, hij opereert niet als lijnbus. Okay. Het is gewoon een bus en er staat heel groot Grote Pier staat daarop afgebeeld. Het is een zwarte bus. Ja, en dan wijzen in het wit is daar met waarschijnlijk met spuitbussen is daar Grote Pier is daar opgespoten. Ja. Dus ja, er zijn nog steeds best wel enigszins nog wel wat kleinere standen hier en daar te vinden. Na die laatste oorlog kwam Friesland onder het regeer van de Habsburgers. Mm. Hè, nadat de Habsburgers de macht over hadden gedragen aan de Spanjaarden in 1555, maakte Friesland deel uit van de Spaanse Nederlanden. En nou, dan komen we eigenlijk bij de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648. Mm. Sloot Friesland zich aan bij de pacificatie van Gent. En de Unie van Utrecht. En dit was de Unie die tegen Philips II van Spanje moest strijden. Nou ja, de 80-jarige oorlog eindigde met de Vrede van Münster in 1648. En maakte de Republiek en zo Friesland vrij van het Spaanse bewind. Nou ja, na het opheffen van de Republiek werd Friesland nog onderdeel van de Bataafse Republiek. Hè. Tijdens de Republiek werd Friesland een departement. Hè, nadat Napoleon Bonaparte in 1806 zijn vertrouwen verloor in de Republiek, werd Lodewijk Napoleon gekroond als eerste koning van het Koninkrijk Holland. Mm-hmm. Maar Friesland, die een klein stukje de tijd niet, maar uiteindelijk behield Friesland wel zijn status als departement. Enkele jaren later, in 1814, werd Friesland een provincie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Wat in 1830 dus over zou gaan als het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Nou ja, nu zijn we eigenlijk bijna al nou, zo goed als bij wat eigenlijk ja, Friesland gemaakt heeft tot wat het nu is. Ik vind zelf persoonlijk, om nog even een kleine nota toe te voegen, is het einde van die Friese vrijheid, dat vind ik eigenlijk persoonlijk ook wel het einde. Hè, van de interessante Friese geschiedenis. Hè, alles wat daarna gebeurt,
gebeurt eigenlijk in een gebied waar Friesland niet meer onafhankelijk was en meer is opgezogen door onderdeel uit te maken van de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden of de Bataafse Republiek en natuurlijk ook het huidige Koninkrijk Nederland. Kijk, dat boeit mij als Fries. Voor mij boeit dat niet heel erg. En dat leeft ook helemaal niet, omdat je eigenlijk die Friese vrijheid, ja, je kan in principe wel een soort van, ja, een beetje meeleven, hè, hoe het toen in de tijd van die Friese vrijheid, als je al zelf als persoonlijk als Fries dan je eigen vrijheid verliest. Ja. Ja, is dat dan, knaagt dat wel natuurlijk, hè, voor mij persoonlijk. Ja, snap ik. En hè, de gloriejaren van Friesland, nou ja, die waren dus eigenlijk al helemaal vervlogen toen ze waren opgezogen. En mijn persoonlijke interesse, ja, die ligt dus dan ook eigenlijk tot meer aan het einde van de Friese vrijheid. Daar weet ik heel veel over te vertellen. Het laatste stuk, ja, daar probeer ik eigenlijk maar een beetje, ja, iets sneller doorheen. Aangezien, ja, het is toch eigenlijk een beetje van, ja, Friesland was onderdeel van iets groters. Ja. En dat grotere, dat is bekend. Ja, ja zeker. Daar kennen we meer dingen van. Ja, en dat zijn ook bepaalde dingen die wel gewoon, bijvoorbeeld ook op scholen, daar wat les in gaan geven. Ja. Dus kijk naar de Republiek en vooral ook hoe Nederland, het Koninkrijk, de Nederland is geworden. Dus eigenlijk altijd, Friesland is er eigenlijk altijd, ja, onderdeel van geweest. Ja. Ja, ik weet, het was allemaal een beetje, het is veel informatie, ja, natuurlijk, zeker, zo'n klein uurtje, dus. Nou ja, en ik wil eigenlijk nog wel zeggen dat als jullie als luisteraars nog vragen hebben, mogen ze altijd contact met mij opnemen. Mm-hmm. Ja, zodat ik eventueel nog kleinere onduidelijkheden kan wegnemen. Ja. Want ik heb het geprobeerd om zo groot mogelijk natuurlijk iets op te zetten in zo grote mogelijke lijnen. Zonder echt helemaal diep, want anders dan ben ik over een week nog aan het opnemen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er in grote lijnen is gebeurd met Friesland. Ja, heel gaaf om zo alles even langs te gaan. Ja, en toch, die Lodewijk Bonaparte, Luigi, onze eerste koning, is niet onze eerste koning, Karsten. Het is dus die Ad Gillis. Nee. De eerste koning in Nederland. Ja. Alleen ja, dat is wel, ja, het is een beetje natuurlijk appels met peren vergelijken, maar... Nee, zeker, zeker. Ja, een hoop gebeurt, een hoop losse geschiedenis, echt eigen geschiedenis. Ja. En dat is wel heel gaaf eraan. Alle vragen zijn inderdaad welkom. Je kan ons gewoon berichten en zullen we het doorsturen. Je kan ook via de Discord contact opnemen. Ja, en dan wil ik je gewoon ontzettend bedanken voor deze totale overzicht van de Friese geschiedenis. Ja, ik wil jullie ook heel graag bedanken. Want ja, dat ik even natuurlijk mag aanschuiven en mijn verhaal natuurlijk even mag doen over toch best wel een interessante periode waar eigenlijk altijd een beetje, ja, overheen wordt gekeken, vooral. Ja, zeker, zeker. Mm-hmm. Mee eens. Ja, maar goed, er is ook wel heel veel, hè, maar ja, het is toch wel leuk om op dit soort dingen in te zoomen. Ik vind het wel heel interessant dat er toch wel heel veel in zit. Ja, daarom. En ja, ik vind het gewoon echt heel interessant. En natuurlijk, hij heeft natuurlijk Baldus Drauma. Dus die heeft daar bij mij natuurlijk heel veel mee geholpen om daar echt in contact te komen. Mm-hmm. En dat is toch eigenlijk nog wel iets, hè, waar je nog, ja, in contact mee kan komen. Hè, door daar gewoon heen te gaan. En ja, je moet natuurlijk weten dat ze bestaan. Alleen, ja, als je een beetje in Friesland woont en zo, dan dus zijn er ook nog best wel veel, ja, evenementen en zo, et cetera, waar ze ook nog wel eens, ja, wat optreden. Gaaf, ja. En want ze hebben zowel echte metal, dus echt voor een hele specifieke aanhang. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook, dat noemen ze zelf, harkzankjes. Mm. En dat zijn de luisterliedjes in principe. Ja, een soort folkmuziek. Hè? Is akoestisch, is veel toegankelijker. Ja. Mm-hmm. Zingen zij dus over Friesland en over wat er is gebeurd. En natuurlijk ook over de Noordse mythologie. Zingen ze ook over. Ja, en zo ben ik daar ook een beetje mee in contact gekomen. En ja, toen dacht ik uiteindelijk, nou, dat is 13 jaar geleden, denk ik. Ze bestaan vanaf 2009 bestaan ze. Mm-hmm. Ja, zo ben ik er ook wat in contact mee gekomen. Na een tijdje heb ik er niks mee gedaan. En later toch wel weer, ja, weer opgepakt. En vanaf toen ben ik er ook echt meer in gaan verdiepen van waar komen wij eigenlijk als Friezen vandaan. Ja, ja. En want als je keek naar mijn eigen middelbare schooltijd, is er eigenlijk nooit iets over verteld. En ik heb toen uiteindelijk ook eens een keer gezegd van tegen mezelf van ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk hierover te gaan weten. Om dan toch eigenlijk nog mensen wel een beetje te laten meevoelen en te laten meemaken wat hier is gespeeld. Ik vind dat zelf persoonlijk als Fries zijnde, vind ik het heel belangrijk om te laten zien van
oh ja, waar komen wij nu eigenlijk vandaan? Het is allemaal niet zo, het is niet zo random, weet je, dat we hier zitten. Nee. En er zijn echt wel grote verhalen aan vooraf gegaan. En vooral ook met Magna Frisia, gewoon een hele invloedrijke periode waar in principe eigenlijk altijd overheen wordt gekeken. Vind ik niet heel ver natuurlijk, maar ja, zoals ik zei, van, geschiedenis is breder, is natuurlijk heel breed. En je moet natuurlijk ook, net zoals wat ik vandaag heb gedaan natuurlijk met de grote lijnen, moet ze op scholen natuurlijk ook grotere lijnen aanhouden. Ja, dan is het wel jammer dat dit dan al eigenlijk, ja, de geschiedenis die eigenlijk hiertoe doet, ja, zo weg wordt geschoven. Ja. Maar ja, dan vind ik persoonlijk als Fries zijnde, vind ik van, dan is mijn taak, is dan om dat stokje proberen over te geven aan mensen die er niet heel veel van weten. Ja. En ook gewoon onder de Friese zelf. Ja, dan is het nu aan jullie om daar meer over te gaan lezen. Er zijn boeken over te vinden. Dus ja, we hopen dat we nu een beetje een kaarsje hebben aangestoken in mensen. Een vlammetje. Zeker, ja. Ja, en als mensen nog boeken willen halen. Ja. Er is een hele bekende Friese schrijver. Die heeft ook bepaalde boeken in het Nederlands. Die man die heet Willem Schoorstra. Die heeft ook Radboud. Radboud, de koning van Friesland. Van Art Gillesson. Heeft hij een boek over geschreven. Die is ook in het Nederlands is die uitgekomen. Ja, het is een heel... Het is een heel interessant boek, vind ik eigenlijk. En je weet, en het is gewoon een heel... ja, het is een kroniek. Ja. De kroniek van de koning. En ja, het is in principe een hele... Ja, er is gewoon onderzoek naar gedaan. En ja, daar hebben we natuurlijk al die droge informatie. Heeft hij mooi weten te omlijsten met een mooi, leuk verhaal. Oh, gaaf. Ja, tof. Ja, dus ja, die kun je in principe... Die staat in principe ja, gewoon bol.com, no sponsor. Maar ja, die kun je daar gewoon weghalen. Of anders mij even een berichtje doen. En dan zag ik ervoor de mensen die wel bijvoorbeeld een... meer daarover willen te weten komen, dat die dan even voorzien worden van het boek. Ja, super. Hey, helemaal goed. Dan gaan we hem bij deze afsluiten. En ja, alle vragen zijn welkom. En ja, wie weet krijgt dit nog een keer een staartje. Ja. Ricardo, heel erg bedankt. En beste luisteraars, dank jullie wel. En tot later maar weer. Ja. Ontzettend. Dank je wel. Ontzettend. Ontzettend. Ontzettend.